Licht, ramen, uitzicht, zonlicht, verstoring van de historische structuur. Hier in de Willy Brodersstraat in de Pijp staat een oude brandweerkazerne. Het is nu nog een garage van de gemeente, maar wordt straks door woningcoöperatie Eigen Haard verbouwd tot een pand van 3 verdiepingen waar jongeren begeleid kunnen wonen. Buurtbewoners zien dat niet zitten. Wij zijn als buurt van mening dat het plan om hier woningen te creëren best een leuk plan is, maar dat andere locaties daar beter of zelfs perfect geschikt voor zijn. Wat betreft de nieuwbouw is het de bedoeling dat er een muur pal tegen dit balkon aankomt. En omdat het gebouw flink hoger wordt dan ons pand, gaat het dus ook een heel eind uitsteken. Maar niet alleen het plan is een probleem. Ook vinden buurtbewoners dat ze amper mogen participeren. Er wordt heel duidelijk een soort strategie gekozen waarbij wij als bewoner zo ver mogelijk achteraan in de rij geïnformeerd of betrokken zijn. De impact daarvan is heel groot. Als jij een dagvaarding krijgt van als u niet instemt met dit bouwplan en de dichtmetseling van uw raam en een muur naast het balkon, dan stappen wij naar de rechter om uw huurcontract opgezegd te krijgen. Namens het stadsdeel laat voorzitter Sebastiaan Kapel weten: we hebben naar ons idee genoeg geïnformeerd. Er zijn sessies met de bewoners geweest, maar zij willen zelf bepalen wat er komt. En dat kan helaas niet. Het is niet zozeer dat wij misschien de enige stem zouden zijn, maar zou op zijn minst met ons in gesprek kunnen gaan en vragen van: goh, weet je, wij hebben het plan om dit perceel af te stoten. Heeft de buurt misschien een suggestie voor een herbestemming? Bewoners zouden bijvoorbeeld graag zien dat de oude brandweerkazerne een gezondheidscentrum met een huisarts wordt. De problemen zoals bij deze brandweerkazerne komen veel vaker voor in de stad. Zoals we nu zien wordt de halve stad opgekocht door speculanten. Eigenlijk moet de overheid anticiperen op dit soort ontwikkelingen. Dus nu lopen ze achter de feiten aan. Eigenlijk moeten ze nu al zeggen van: wij vinden ruimtelijke ordening heel belangrijk. Wij vinden het heel belangrijk dat er kinderdagverblijven, huisartsenpraktijken in de stad blijven. Wees verstandig en behoud dit als maatschappelijk vastgoed en bestem het voor de buurt. Want als je het eenmaal kwijt bent, krijg je het nooit meer terug.